En daar zijn we weer, beste kampeerfanaten in Nederland en Vlaanderen. Leuk dat jullie er weer bij zijn. Wij zijn, we zijn in Duitsland bij de grootste kampeerbeurs ter wereld, zeggen ze. De Caravan Salon in Düsseldorf. Ja, jawel! Jawel! Ja, precies, jawel! En dat is me nogal een beurs. En wel grappig om te melden, we zitten dus weer op de parkeerplaats onder de aanvliegroute van het vliegveld. Dus dat komt helemaal over. Nou, we laten het vliegtuig even overvliegen. Maar goed, die beurs is enorm. Met maar 17 hallen vol met caravans, campers, vouwwagens, voortenten. Nou, hier en daar een paar tenten als je goed zoekt. Daktenten, echt heel veel juist. Ja, ja. En twee grote hallen met accessoires. Heerlijk. En toebehoren. Nou, voor ons is het een soort chocoladefabriek vol lekkere snoepjes. En daar heb je dus ook al een paar vlogs van kunnen zien bij Camping Trend. Ja, ja. Oh, en we staan hier dus, maar ik zei het net al, recht onder die landingsbaan. Dus, heb je dat niet gehoord misschien? Die vliegtuigen die komen hier echt elke 3-4 minuten over. Dus het kan een beetje herrie worden, mensen met al die toestellen. Dus je bent vast gewaarschuwd. Nou, we moeten ook echt op tijd bukken, maar want af en toe, het is echt, je kan die landingsgestellen aanraken. Maar goed, we hebben wel een leuke live show voor jullie in elkaar gezet, want we hebben dus ook weer een paar bijzondere items vanaf de beursvloer en er valt natuurlijk weer wat te winnen. Maar laten we ons eerst even voorstellen, want het schijnt dat ik Jos Mark van Camping Trend ben. Ja, die kennen we ook van Opsporing Verzocht. Oh, en, dankjewel. Precies, ik ben Dick William Haring. Nou. Het is trouwens leuk jongens, we zien hier best veel Nederlandse bezoekers en wij worden, ja, met de regelmaat van de klok worden we aangesproken. Ja, vooral Jos natuurlijk, omdat dat gewoon zo'n bekend gezicht in die kampeerwereld is. Prachtig uiterlijk. Ja, geweldig uiterlijk. Oké, waar gaan we het weggeven deze show? En dat is de Tedford Fresh Up Set. Nou, en dat is fijn als je een gebruikte caravan of een camper hebt gekocht. Of je hebt een oud beestje en je wil dat toilet een beetje upfreshen, zullen we maar zeggen. Die Fresh Up Set, die zit namelijk... komt er weer heen. Die zit in een doos en in die doos zit een splinternieuwe wc. Die Fresh Upset die bestaat uit een splinternieuwe wc-bril waar nog geen hondje aan geroken heeft. En een maagdelijk nieuwe toiletcassette. En waar nog niemand iets heeft laten vallen. En daar ben ik wel heel erg blij in. Precies. Maar zonder dolle, het is gewoon echt een heel fris idee als je een gebruikte wagen hebt gekocht. Of als je ouder toilet aan een opfrisbeurt toe is. Wat moeten de mensen daar eigenlijk voor doen, daarmee? Want dat is wel weer de bekende vraag van onze show. Ja, en we hebben dat ietsje simpeler gemaakt. Ja? Het is een kwestie van je even abonneren op de Camping Trend nieuwsbrief. Ja. Nou, dat is heel eenvoudig. Dat is een kwestie van je mailadres even achterlaten op de website. En hieronder zie je de URL voor het aanmeldformulier. Je kan er zo op klikken. En als je denkt, ik ben al ingeschreven, dan kijk toch eventjes. Want anders krijgen we zelf een mailtje dat je al ingeschreven bent. Iedereen die ingeschreven is, maakt kans. Precies. Nou, het kost helemaal niks, zo'n nieuwsbrief. En we houden je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Ja. Je krijgt hartstikke leuke kampeertips. We vertellen wat over leuke campings. En de laatste nieuwtjes, bijvoorbeeld van de Camper & Caravan jaarbeurs die er weer aan zit te komen. Noteer dat vast in je agenda. 5 tot en met 9 oktober. Dan staan de beurshallen in Utrecht weer tot de nok toegevuld met alle nieuwtjes die we, waarvan we er hier ook al heel veel hebben gezien. En dat vertellen we er ook elke keer eventjes bij, dat je die ook in Utrecht kunt gaan bekijken. Daar hoef je niet helemaal voor naar Düsseldorf. En in die nieuwsbrief kun je dus ook lezen wat er tijdens de Kampering Caravan Jaarbus allemaal bij ons kunt winnen. Want we hebben een paar geweldige acties met Alco afgesproken. Ja, inderdaad. Echt dik. Ja, hele dikke acties. Ja. Nou, dat is, vertellen we straks meer over. Nou, volop reden in ieder geval om je te abonneren op de nieuwsbrief. Altijd. Nou, terug naar de primeurs van Düsseldorf. Hier staan natuurlijk super gave en super dure caravans en vooral campers. Hè? Ja. Ik zag er een van 2 miljoen, 3 miljoen. Makkelijk, Ferrari erbij. Ja, precies. En aan het eind van deze show laten we je zo'n prijzige dikzak van binnen zien. Maar we hebben ook nieuws in het betaalbare segment, want het instapmodel van Adria, de Altea, die is helemaal vernieuwd.
Precies, precies. En daar heb je natuurlijk nog wel de Aviva onder zitten, maar de Altea is echt helemaal vernieuwd. Nou, daar hebben we dus een video van. En ook buiten de beurs is er van alles te zien. Want hier om ons heen staat er misschien wel, nou, misschien wel 1000 campers, maar ik denk zelfs nog meer. Ook caravans trouwens. En die staan allemaal hier op de parkeerplaats. Je kan hier op sommige plekken ook elektriciteit krijgen. En het is hier super verzorgd met toiletten en douches. En je kan hier zelfs eten. Ja, er is hier van alles te halen. Gisteravond nog carbonara gedaan. Oh, dat zien we straks pas. Dat zien we zo meteen. Nou, en daar ben ik speciaal voor jullie even overheen gefietst. Maar we beginnen met de Adria Altea. Kijk maar even mee. De Altea Caravan is een van de hardlopers bij Adria. En dat zal nog wel even zo blijven, want de hele caravanserie is compleet vernieuwd. Zowel van binnen als van buiten. Voor modeljaar 2023 heeft hij een frisse, moderne look gekregen. En bijzonder is ook het lichtgewicht chassis dat onder de Altea Caravan zit. Het Vario X chassis van Alco. En dat herken je aan die uitsparingen in de chassisbalken. Aan de buitenkant zien we grotere ramen in het nieuw ontworpen front. De designers hebben een nieuwe achterwand getekend. En ook het keukenraam is ietsje gegroeid, waardoor er daar veel meer daglicht binnenvalt. Adria wilde de Altea lichter maken in gewicht. Daaraan draagt het Alco chassis natuurlijk bij. Maar ook de meubels zijn op een nieuwe manier geconstrueerd. Zodat ook daar weer een paar kilo van het totaalgewicht zijn afgesnoept. Dat is gebeurd bij de bovenkasten, maar bijvoorbeeld ook bij het onderstel van de rondzit. Handig is dat de rondzit gemakkelijk is om te bouwen tot extra slaapplaatsen. Slim is dat de keukenlades groter zijn geworden en door de uitneembare planken kun je van de opbergkast ook heel eenvoudig een hangkast maken. Leuke details zijn de filter opbergtassen in de slaapkamer en bij de zithoek. Handig om kleine spulletjes op te bergen. Adria staat verder bekend om zijn slimme badkamers en die zie je ook terug in de Altea. Zo is het wastafeltje in de badkamer opklapbaar, waardoor er, als je klaar bent met handenwassen of tandenpoetsen, meer bewegingsruimte ontstaat. Nou, die vernieuwde Adria Altea is voor het modeljaar 2023 leverbaar in 10 verschillende indelingen. En qua meubelstoffering kun je kiezen uit 3 varianten, eventueel met bijpassende sierkussens in contrasterende kleuren. De kleinste heeft een rij klaargewicht van ruim 1000 kilo. Nou jongens, zoals bijna eigenlijk ieder jaar, en vorig jaar was het wat rustiger dan nu, maar bijna ieder jaar is eigenlijk de parkeerplaats vaak nog leuker dan de beurs zelf. Natuurlijk, op de beurs staan de nieuwtjes, maar op de parkeerplaats, ja, daar staan echt gewoon de bijzondere wagens. En natuurlijk, hier rij je bijvoorbeeld tegen een omgebouwde schoolbus aan. Kijk, hoe cool is dat? Maar ook campers met, hier, een klassieke tabbert, maar campers met bijzondere prints. Fifth wheel is daar, 2. En dit is nog alleen maar de rij, nog geen mensencamper. Dit zijn alleen nog maar de rijen waar de dealers en de zeg maar de mensen die op de beurs staan. Peggy Pack natuurlijk, kennen we allemaal waarschijnlijk. En dat staat hier allemaal, maar dat parkeerterrein staat werkelijk ramvol. Even kijken of ik hier tussendoor kan fietsen. Dan kan ik eventjes jullie wat meer laten zien van de andere kant. Nou, het zijn dus allemaal van dit soort straatjes, voor wie hier nog nooit geweest is. En mensen zitten daar gewoon lekker in het zonnetje te ontbijten. Nou, gewoon caravans. Grote caravans, kleine caravans, campers, oude campers, nieuwe campers. Van alles wat. Kijk wat daar voor een reispaleis aankomt. Dat is een Morelo op Mercedes Actros. Die heeft geen spiegels, zie je? Een Grand Empire. Moet je kijken, wat een ding, man. Daar staat de auto achterin. Tenminste, ik weet niet of die de auto bij zich heeft. Maar dan denk je, ja, is wel even leuk, zo'n Morelo. Nou, dan draai ik mijn camera om. Ha, daar staat er gewoon nog eentje. Met slide-out. Ook zo'n enorm ding. En die staan dan gewoon naast de uberkorte Etrusco. Of een dikke Phoenix. Of nog meer Morelo's. En dan kom jij aan met je Nisman Arto, echt geen zielige auto. Dan val je gewoon bijna in het niet. Hier zo wat ouders, RMB, bijzonder, echt niet slecht.
Nog een Atego, grote Morele met de achterklep open. Vario mobiel. Hobby caravan. Een Hiemer met een eigen kleurtje. Duo mobiel omgebouwd. En hier zo, het is nu zondag, zei ik al. Hè? Hier zo staan dus de consumenten. Zeggen wij dan altijd. En het is hier wat rustig, moet ik eerlijk zeggen. Het valt me mee. Zie je? Maar goed, het is prachtig weer. En het is gewoon, ja, hier op die beurs, jongen. Het is gewoon, het is zo leuk. Het is zo leuk om al die wagens te zien. Morgen! Het is Phoenixen en Morelos. En Concordes, alsof het niet op kan. Morgen! Wat is dit dan? Kijk eens. Een Actros Maybach. Hier heeft iemand iets bijzonders zelf gebouwd. Tenminste, laten bouwen. Kijk dan, joh. Dit is een ding. De Nightliner. Nou, dat is echt custom build. Roelofsen.eu. Nou, Frankia's, daar worden wij natuurlijk blij van. Campers met boten. Carthagootjes. Nou, in dit gedeelte hier, daar staan wij ook. Maar dit is vooral, hier staat de pers over het algemeen. Dus hier staan zelfs Russen hier zo. En daar staan wij. Dus het is, als je naar die beurs toe komt, ook al kom je met de personenauto's, die staan daar verderop geparkeerd, die komen zo langs. Ook al kom je met de personenauto, is het toch altijd even zinvol om hier over dat parkeerterrein te lopen. Eén ding is wel, kijk, daar heb je er weer een. Qua geluidsoverlast moet je niet te snel schrikken. Dus, door naar de volgende, jongens. Nou, geweldig, ja, Jos. Ja. Cool, wat je hier allemaal op die parkeerplaats ziet staan. Nou, onze favoriet heb ik ook al een paar keer gespot. Ja, die Concorde Cruiser op Mercedes. Geen Iveco, weet ik niet. Hè? Nee. Ja, een beest van een camper. Nou, daar heb ik er ook een paar van zien staan. Maar ja, dat krijgen we denk ik nooit met elkaar gespaard. De wegels wij zo blijven reizen met die hokken van ons. Nee, dat denk ik zeker niet. Nee, dat krijgen we zeker nooit met elkaar gespaard. Goh, maar goed, huis verkopen. Ja, ja, nou, wat dacht je dat? Of 7 studentenflats en daar gewoon een dik rendement uit halen. Oh, dat kan ook. Nou goed, maar Jos en ik, maar ja, wij rijden ook niet verschut met onze bescheiden spullen natuurlijk. Nee. Dat is zeker niet behelpen. Maar goed, we hebben nog meer leuk nieuws hier op de beurs. En, maar ook uit onze eigen portfolio. Want we hebben onze nieuwe e-bikes recent opgehaald. We hebben 2 Flyer vouwfietsen en die hebben we voor een duurtest. En die gaan we dus ook zoveel mogelijk gebruiken en die laten we ook nog eventjes aan je zien zometeen. Want over die Flyer vouwfietsen, daar is best iets over te melden. Ja, daar is best iets over te melden. En van Tedford willen we dat Greywater Fresh even onder de aandacht brengen. Dat is bijzonder spul waar je met een vaste vel watertank best veel aan kunt hebben. Maar eerst die Flyer vouwfietsen. Kijk maar even mee. Ja, je hebt ons er al op zien rijden misschien. En dit zijn ze dan, onze nieuwe e-bikes. Dit is de Flyer Upstreet 2, een vouwfiets van het Zwitserse merk Flyer. En dat bedrijf is al sinds 1995 bezig met elektrische fietsen. Sterker nog, gewone fietsen maken ze niet eens. Flyer is dus een echte e-bike specialist met bijna 30 jaar ervaring. En met een brede range aan elektrische fietsen, van tourfietsen tot sportieve modellen, vouwfietsen en zelfs elektrische mountainbikes. Nou, deze Upstreet 2 is dus een vouwfiets en dat zie je hier ingeklapt. Ik zie 93 bij 95 centimeter en door de inklapbare pedalen wordt die fiets 40 centimeter breed in opgevouwen toestand. En daardoor kunnen dus heel makkelijk 2 fietsen mee in de campergarage. Ook als dat dus een lage garage is, bijvoorbeeld bij een indeling met een queensbed of een andere indeling. Nou, en met de caravan is zo'n inklapbaar gebeuren ook ideaal, want dan kun je ze prima binnen vervoeren. Dat maakt het beladen van je caravan ook een stuk makkelijker. Nou, dat vouwmechanisme van die Flyers is trouwens dubbel gezekerd, zodat je niet bang hoeft te zijn dat er onderweg iets geks gebeurt.
Jos en ik hebben er nu iets van 60 kilometer op zitten met deze fietsen. En het is een echte alleskunner. Door zijn 20-inch wieltjes stuurt hij heel direct en is hij super wendbaar. En dat doet hij zelfs beter dan mijn gewone fiets. En hier op de beurs gebruiken we hem voor ritjes van en naar dat beurscomplex en tussen de hallen door. En thuis heb ik er ook al een toerritje meegemaakt in de omgeving. En dat kan dus allemaal prima. Bijzonder van die Upstreet 2 is dat die in één maat wordt geleverd. One size fits all. En zelfs bij mij, ik ben 1,98 meter lang, past die fiets gewoon. En dat komt door de verstelbare zitbuis en doordat je het stuur flink hoger of lager kunt zetten. Zodat je altijd goed zit in de positie die jij wil. Dus ook als je wat liever voorover zit, maar ook als je liever rechtop fietst bijvoorbeeld. Oh, en hij heeft een lekker lage instap. En dat is natuurlijk ook wel even makkelijk. Voor wie nou denkt dat een vouwfiets een stuk lichter is, dat klopt niet helemaal bij deze flyer. Die Upstreet 2 die weegt met accu 27 kilo en hij heeft een draagvermogen van 130 kilo. En dat is dus vergelijkbaar met een gewone e-bike dus. Hij moet het echt hebben van zijn gebruiksgemak en van de mogelijkheid om hem heel compact te kunnen opvouwen. Die Upstreet 2 is geen goedkope fiets, vanaf €4.350 en dat is inderdaad een flink bedrag. Maar die flyer is dan ook geen gewone vouwfiets, want kijk even naar de kwaliteit. Hij heeft een heel stevig frame, wat heel erg oversized is, waardoor het heel stabiel rijdt. Het frame is bovendien van aluminium en daardoor kan het niet roesten. In het frame zit een ingebouwde Bosch PowerTube accu van 500 watt. En die accu kun je er ook uithalen zodat je hem bijvoorbeeld in de caravan of camper of op je werk kunt opladen. Nou, verder heeft hij een Shimano Nexus versnellingsnaaf met 8 versnellingen. En hij is uitgerust met de Bosch ActiveLine Plus motor en die levert 50 Nm. Samen met die flinke Bosch accu heeft hij een range van maar liefst 130 km in de eco stand. Nou, en dan hebben we het nog niet gehad over de gebruikte componenten in die fiets. Shimano schijfremmen, een cellenzadel, de Suntour zadelpen, hij heeft Schwalbe-bandjes en een ABUS slot. Nou, stuk voor stuk zijn dat toponderdelen en dat maakt die flyer echt tot een vouwfiets uit het premium segment. Nou, en als dat allemaal nog niet genoeg is voor jou, dan kun je deze fiets ook nog krijgen met de iets sterkere Bosch Performance Line motor, die heeft 65 Nm, en met een aandrijfriem in plaats van een ketting. En daar gaan we je later nog meer over vertellen, want wij blijven nog wel eventjes fietsen op deze flyers. En dan leggen we je ook meteen de voordelen uit van een naversnelling zoals in deze ten opzichte van een derailleur. Maar dat kun je jezelf ook laten uitleggen op de Kamperen en Caravan Jaarbus in Utrecht. En als ik je dan een tip mag geven, ga dan eens rijden op deze Upstreet 2 op het fietsparcours. Daar kun je hem zelf uitproberen. Jongens, 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 wat een weer, hè. En het is de afgelopen tijd ook al zo verschrikkelijk warm geweest. Meer dan 30 graden. En als je naar het buitenland gaat, dan heb je dat soort temperaturen natuurlijk al heel erg snel. Wat je dan heel snel merkt bij de meeste campers is dat zodra je een dag of twee je watertank niet hebt geleegd, dan gaat de boel een beetje ruiken. En wat is dat dan? Stilstaand water en dat bederft en dat ruikt. Wij noemen het altijd een putlucht. Je hebt dan een typische putlucht. Nou, ik lees daar veel over op Facebook. Mensen zeggen, het gaat zo ruiken, wat moet ik eraan doen? Nou, er zijn twee dingen die je eraan kan doen. Een hele simpele en heel goedkoop. En een iets duurdere en die is ook heel simpel. De goedkoopste manier is altijd alle dopjes van je afvoeren, erop doen en dit soort dingetjes dicht doen. En dan heb je veel minder kans op lucht. Het komt ook bijvoorbeeld niet uit de wc. Het komt echt uit het putje van je douche, van je wasbak. En hier zo, in mijn geval dan. Daaruit. Daarom zitten er ook altijd dopjes bij en die dopjes doe je dan dicht en dan heb je er geen last van. Maar als je op de plaats staat en er is nog een reden als je gaat rijden en je doet bijvoorbeeld het raam van je, het is warm en je doet even het raam open om frisse lucht binnen te laten of omdat je bijvoorbeeld bij de slag om je kaartje wagen bent en je gaat dan rijden, dan komt die lucht ineens erg naar voren toe en dat komt omdat er dan een soort vacuüm ontstaat en dan trekt het echt omhoog. Nou, sommige campers hebben overal sifon zitten, waardoor je dat bijna niet ruikt. Maar in de meeste campers die ik tot nu toe heb gehad, ruik je het gewoon na een dag of twee, drie. Ja, putlucht, rioollucht. Put is een riool, hè?
Nou heeft Tedford daar een oplossing voor gemaakt en die hebben wij al een paar jaar in gebruik. Ze hebben het volgens mij vorig jaar of zo, het jaar daarvoor geïntroduceerd. En dat is Grey Water Fresh. Het zit in een herkenbare Tedford fles en het is geconcentreerd natuurlijk, want alles is tegenwoordig geconcentreerd. En om dit te kunnen gebruiken hoef je alleen maar een scheutje, eigenlijk een scheutje van dat spul, in je putje te gooien, even na te spoelen, dan komt het in je vuilwatertank terecht en dan neutraliseert het de geur in de vuilwatertank. Ik heb gemerkt dat je eigenlijk zo goed als direct van die geur af bent en dat het ook een behoorlijke lange tijd duurt. Dus tot je je tank weer gaat legen, nou ja, ga je je tank legen en het is zo warm, moet je er wel weer een scheutje in doen. Ja, super makkelijk, werkt echt extreem goed. Ik ben er heel erg tevreden over hoe dit werkt. Wat zeggen ze hier? 50 dagen 10 dosissen. Oh ja, 50 dagen houdt het. Dus als je het in je tank gooit, blijft het 50 dagen goed. Dat betekent 50 dagen is meer dan een maand. Een maand en 20 dagen. Nou, zo lang laat ik mijn vuilwater nooit in de tank zitten. Dus heb je dat probleem? Grey Water Fresh in de tank. Dat lost het op. Staat bij iedere, nou ja, je kan het bij De Wit kopen, je kan het bij Obelink kopen. En ik weet vrij zeker dat het zo goed als iedere caravan en camper dealer die een klein beetje voorraad winkel houdt, die heeft het ook. Nou, ik vind het fijn spul, jongens. Ja, en ik zie het, want je hebt het al gebruikt. Ja, ja, dat is de bus waar ik het uit gebruik. En deze monsterflesje met een beetje mazzel nemen ze die ook mee naar Utrecht. Maar ik vind het fijn spul. Ik gebruik het echt vaak met mijn camper. Vooral als ik de vuilwatertank heb geleegd. En daarna ga ik een beetje slingende slang over een hobbelpad rijden. Of door de bos. Nou, echt een lucht, je wilt gewoon niet weten. En daarom, druppel ik echt een paar, allemaal sifons eigenlijk even vol. Overal even een scheutje in. En dat scheelt enorm met de geur. Ik vind het echt een uitkomst. Echt fijn spul. Nou, en als we het dan toch over Tedford hebben, dan kun je deze show dus nog steeds de Fresh Upset winnen. Gewoon even abonneren op die nieuwsbrief en die link die staat onder de video. Precies. Nou, dat is een kleine moeite. Groot plezier. Ook voor ons trouwens. Ja, en geef we gewoon ook even dat duimpje trouwens. Ja, ja, nou, we zijn ook dol op duimpjes. Nou, we gaan even over die bus. Jos, wat is nou jouw belangrijkste nieuws? Wat vind jij is nou het meest opvallende voor jou? Ja, nou, omdat ik weet dat jij die Hemer Venture S helemaal te gek vindt, vind ik eigenlijk ook hoor. Maar kies ik voor de Hobby Maxxia buscamper. Om te beginnen zien we niet zo vaak buscampers van Hobby en in Nederland al helemaal niet. Maar ze hebben mij echt verrast met wat daar te zien was. Maar nu komt hij dus ook echt als een campervan op basis van de Volkswagen Crafter. En met Scandinavisch interieur. En dat lijkt dan een beetje op de Maxxia Caravan. En ik vind Hobby daarmee echt wel vooruitstrevend. Maar ja. Wat vind jij dan leuk aan die Hemer? Want daar ben ik dan ook wel even nieuwsgierig naar. Die Maxxia Caravan is trouwens een prototype. Hè? Het is nog niet een seriemodel volgens mij. Hij gaat nog niet in productie. Ja, wel. Ja? Ja? Ik dacht dat het een proto was. Nee joh. Oké, over die Hemer dan jongens. De Venture S. Nou, die is wel geboren uit een soort van proto. Eigenlijk een studiemodel. En wat ik er gaaf van vind, is dat die in 2019 werd dat studiemodel gepresenteerd. Dan lieten ze zien wat ze allemaal zouden kunnen en wat hun visie is voor de toekomst. En dat studiemodel is één op één, gaat die in serieproductie. En dat vind ik heel bijzonder. Nou, het is echt een bijzondere campervan met een opblaasbaar slaapdak. Hij heeft een openklappende achterkant en dat liggende gedeelte zou je zelfs nog als een mini-terrasje kunnen gebruiken. En hij heeft gewoon een revolutionair interieur. Echt heel bijzonder. Ja. En dan is hij ook nog eens een keer 4x4. En dat lijkt ook wel een beetje een trend hier op de beurs. Want je struikelt echt over de 4-wheel drive campers. Nou, totale onzin natuurlijk. Want zelfs in Marokko heb je nog geen 4-wielendrijving nodig. Als je een beetje gedraagt. Maar het is natuurlijk wel een gaaf idee dat je jezelf in elk terrein kunt redden met zo'n wagen. En je kunt dus echt helemaal off-grid gaan staan. En ik heb onderweg, heb ik wel eens een keer bij riviertjes in, dat je denkt zo'n mooi paardje. Ik zou het toch wel gaaf vinden om hier even een hengeltje uit te werken. Ja, nou ja, en als je al een tweewieldrijf camper hebt gehad, dan wil je nou toch ook een voorwieldrijf? Eigenlijk wel, hè. Ja, dat is ook goed voor je brandstofverbruik, Precies, daar gaat het ook een beetje mee. Maar goed, dat interieur is inderdaad echt spectaculair. Daar hebben ze zelfs bamboe in zitten. Maar goed, nu we het toch over design hebben, wat dacht jij van de nieuwe Nissan Bischoff Flair? Zo. Nou, die heeft van binnen ook niks meer te maken met de campers die we gewend zijn. Er komt een vliegtuig. Moment jongens. Komt-ie. The plane.
Ik had hem bijna. Maar dit heeft dus niks meer te maken met de campers die wij normaal gesproken te zien krijgen. En omdat we dat ook graag aan jullie willen laten zien, hebben we daar een filmpje over gemaakt. En daar komt ie. En oh ja, ja, en daarna gaan we? Koken op de camping. Oké, okay, tot zo. Dit is de nieuwe Flair. De Flair van Nisman en Bischoff. Nou, en dat is me een merk. En die staat al bekend om zijn design en vooruitstrevende vormen en innovaties. Het is trouwens... Nisman is trouwens onderdeel van de Himmer-groep, de Erwin Himmer-groep. En ja, het zijn dus liners, hè, liners. En die 920 van Flair, dat is het vlaggenschip en het topmodel. En dit is dan nog een kleintje, want hij is er zelfs nog groter. En kijk even naar die prachtige gladde plaat, geïntegreerde luifel daarin. Verlichting natuurlijk in die luifel. Het is gewoon een ontzettende statig wagen. En als we dan van binnen kijken, dan zien we echt, ja, waar Nisman bekend om staat. En dit design, jongens, dat is echt ongekend in camperland. Kijk, die vilte wanden, die zien we dat die komen eigenlijk uit de iSmooth, of uit de Smooth die destijds geïntroduceerd was. Dat vilt, dat voelt lekker warm aan. We zien het ook dat nu andere merken dat aan het kopiëren zijn. Maar Nisman was daar gewoon de eerste mee. En kijk even. Leren kussens, leren bekleding. Het ziet er allemaal super uit. Hij staat op een Iveco onderstel. En wat opvalt is dat hij eigenlijk best wel wat donker aandoet. Hè. Hier dat hefbed bijvoorbeeld, die onderkant. Mooi antraciet, ook in een soort vilte bekleding. En ja, kijk even met me mee, jongens. Kijk even rond. Een soort barretje daar. Nou, dan komt de televisie uit. Daarboven zit ook weer wat waar je lekker spulletjes neer kan zetten. En ja, dit is wel design met een hele grote D. Strak, vierkant, geen ronde vormen. Hoe bijzonder is dat? Nou, en een van de bijzonderheden in deze wagen is dat je die keuken, ik zal hem hier even laten zien, dat je die echt naar eigen idee kunt laten inrichten. Je kunt bijvoorbeeld dat ladenblok helemaal vervangen door een vaatwasser bijvoorbeeld. En deze uitvoering heeft een... koellade. Kijk, dat is deze. Geen koelkast, maar een koellade waar je natuurlijk een enorme plons spullen in kwijt kan. En het voordeel van een koellade ten opzichte van een koelkast is als je hem openzet, valt niet meteen al die kou eruit. Dus dat is het voordeel van een koellade. Ben je daar nou weer niet van, dan kun je dit gewoon weer bestellen met een gewoon ladenblok. En dan komt in deze enorme kledingkast... Dan komt hier de koel-vries combinatie en eventueel een oven in. Nou, dat is hier niet gedaan, want hier heb je gewoon een enorme kast met binnenverlichting voor je kleding. Hier een hanggedeelte voor de jassen. Dus je kan hier dus veel kiezen bij Nisman en Bischoff. Nou, wat je verder ziet is veel bergruimte. Allemaal kastjes overal. Hier natuurlijk de bestekken. Of het is ja besteklaar. Nou ja, net wat je er allemaal in wil stoppen aan goodies. Nou, een hele mooie, handige, hoe ging het ook? Was dat nou eigenlijk? Oh ja, kijk eens. Een hele handige spoelkraan zit erin. Je kunt dus koken op inductie of op gaspitten. Hier zijn ook nog allerlei keuzemogelijkheden. En als we dan verder naar achteren gaan, dan zien we hier dus ook weer een dubbele kledingkast. Het is echt niet te geloven hoor, wat je hier allemaal in kwijt kunt. Ook weer een hanggedeelte waar je polootjes aan kan hangen. Kijk eens. En hier een gedeelte voor. Nou, noem het allemaal op, joh. Voor de sokken, je ondergoed. Het kan allemaal niet op. Dus dat is wel heel veel bergruimte. En als we dan verder naar achteren gaan, dan kom je hier bij de badkamer. Wat wel bijzonder aan die badkamer is. Kijk, fonteintje, laders. Dit is nog een proto. Dit aanrecht wordt toch wat hoger gemaakt. Begreep ik net van de mevrouw die me daar wat over vertelde. Wat je normaal gesproken vaak ziet is dat de ruimbaatoplossing. Daar heeft Nisman nu niet voor gekozen. Er is geen zwengdeur waarmee je dit kan afscheiden. Maar ze hebben gekozen voor een schuifdeur. Waardoor je dus wel gewoon prima privé in het toilet kan gaan zitten. En als je de deur aan deze kant is, dan is die gigantische inloopdouche met, kijk hier, een regendouche en een normaal douche, die is dan beschikbaar. En kijk, een mooi gootje. Dat loopt helemaal, ja, dat loopt bijna gelijk op. Zie je dat? Dus geen opstaand randje, maar een prima regengootje. En ja, dat blijft allemaal
ja, keurig binnen in je badkamer. Nee, dus dat, daar is ook wel heel erg over nagedacht. Nou, dan komen we verder naar het slaapgedeelte. Nou, dit kan je natuurlijk geen enkele bedden meer noemen. Dus dit is een grote tweepersoonsbed. Ook hier zie je weer die filterwandjes met aflegvakken aan beide zijden. Nou, ik zou daar wel een USB in willen hebben, jongens, voor de telefoon. Hebben ze daarover nagedacht? Even kijken. Nou, wel ja, daar zit hij. Kijk, dat wil je toch graag, hè? Een USB om je telefoon op te laden. Kijken of die aan de andere kant... Ik rol even om, hoor. Kijk, aan de andere kant zit hij ook. Ja. Nou, dat zijn details waar wij dan weer op letten. Want gek genoeg kom je dat echt niet overal en niet overal in de campers tegen. Nou, hier zit ook nog een dubbele tv in voor als je daar nou eenmaal aan verslaafd bent. Kijk eens, grote vakken rondom. Dus hier kan je ook nog beddengoed in kwijt en badhanddoeken, lakens, noem het allemaal op. En kijk even dat uitzicht, hè. Nou, wat bijzonder dus is, veel hout, maar ook wat chique kleuren. Hij is ook best wel wat donker van binnen. Dat zie je ook aan het plafond. Kijk even die kappen voor de dakluiken. Die zijn ook bekleed. Ik voel het ook weer, die zachte stof. Het plafond is ook zacht materiaal. Dat isoleert ook weer wat meer als het regent. Ja, en de zichtlijnen in die wagen, die zijn natuurlijk gigantisch. Hè? Doet een beetje denken aan de indeling bij mij. Ook een rechte keuken. Twee loungebanken face-to-face tegenover elkaar. Bekleed met buffelleer, volgens mij deze. En daar heb je bij Niesman ook iets van. 6 of 7 opties voor om de bekleding voor te kiezen. Qua design vind ik dit een van de meest bijzondere campers op de beurs. Wat je vaak ziet met dat dure spul, Morelo, Concorde, Phoenix of nog gekker, dat het allemaal wat kisserig is. Kijk, wat pronkerig. Kijk maar eens even een luxe, hoogglanzende binnenkant van de koelkast zitten. En dat heb je hier dus helemaal niet. Het is een warm interieur, is goed over nagedacht. Ik vind het veld heel erg mooi. Hier is het best praktisch. Wij hebben ook al campers gezien met een hoofdeinde van veld in de slaapkamer. Dat is niet praktisch. Daar krijg je echt geheite vlekken na een aantal jaren. Maar hier is gewoon echt over nagedacht. En ik vind het echt een van de mooiste campers. Oh, en centrale vergrendeling voor de... Daarom kreeg ik net die koelkasten niet open. Centrale vergrendeling voor je kastjes. Hoor even naar de klik. Klik. En weer open. Klik. Nou, dan bekijk ik ook nog even de buitenkant, jongens. Wat ik had al gezegd, hè, die mooie glanzende aluminium plaat. Een chique strijping met daar het logo. Hier staat echt wel iets bijzonders. En als je dan kijkt naar al die serviceluiken, alles met gasveren. Nou, kijk hier het tanken en AdBlue. Hier weer een enorm luik. Kijk, is ook nog een ladensysteem, weet je wel, schuifbakken. Waar je spulletjes in kwijt kan. Hier zit een stukje techniek. Nou, de 230 volt aansluiting. En het water. En daar zit ook nog een waterfilter tussen van Alde, zie ik. Want dit is volgens mij nog niet de verwarming. Maar dat weet ik niet zeker, hoor. Het zou ook nog het verwarmingssysteem kunnen zijn. Zo technisch ben ik nou ook niet. Vuilwaterlozen. Kijk eens, een drinkwater of dit is een afvalwatertank. Zit LPG in deze wagen. Nou. En dan komen we bij... Kijk, hier ook nog zo'n bagageluik. Ik ga niet alles openmaken, jongens. De garage. Kijk even wat een ruimte je daarin hebt. Voldoende dingen om allerlei rommel aan vast te klikken en te schuiven en te elastieken. Daar hebben we ook nog een ladensysteem. En dat design heb je dus niet alleen aan de zijkant, maar ook aan die achterkant. Heel veel campers zijn gewoon recht. En kijk even hier. Die prachtige boogvorm die erin zit. Chique achterlichten. Ja, dat is gewoon echt... Prachtig ding hier. Kijk eens, ruimte om een trekhaak aan te gooien. Nou, die kan je zelfs afneembaar maken, zodat die mooie vloeiende lijnen niet verstoord worden. De deur, ook weer dat prachtige veld. Ook weer een opbergvakje erin, weet je wel. Het ziet er allemaal gewoon... Tuurlijk is het plastic. Zoals bij al die andere wagens. Maar moet je kijken hoe ze dat eruit laten zien. Ook weer allemaal van die luiken waar je dingen in kwijt kan. Dit is echt, wat een ding, hè? Ja, van buiten is hij wel een beetje protserig. Maar toch ingetogen, hè? Als je naar het andere spul kijkt, jongens. Ik,
Wat een mooie wagen. Echt een mooie wagen. Nou mensen, beursdag zit er gewoon weer op. Hier staan we weer onder het geluid van het vliegtuiggebeuren. En vanavond eten wij pasta carbonara, spaghetti carbonara. En je raadt nooit wie dat gaat maken. Kijk eens, daar staat hij. En dat doen we jongens op ons favoriete apparaat. En dat is de Kadak City Chef. Waterkoken voor de spaghettolonies. En hier liggen alle toebehoren. Nou, we doen het een beetje, het is een beetje camping, hè? Dus niet gestyled, geen mooi tafellakentje, geen mooi potje basilicum. Maar we doen het gewoon even zoals dat normaal in de man cave gebeurt. Hier liggen de ingrediënten, daar spaghetti. Kijk eens, de, hoe noemen we het ook weer, parmezaan, waar we zometeen de saus mee gaan maken. Want je kent dat misschien wel, hè? Dat je bij zo'n, precies, dat je bij zo'n heel fout semi-nep Italiaans restaurant pasta carbonara bestelt. En dan vervolgens is er een roomsaus bij. Ja, dat is geen pasta carbonara. Dat noemen wij als wij ras echte Italianen noemen dat gewoon rotzooi. En daarom gaat Jos het maken zoals het ooit bedoeld is. En dat is hem echt wel toegekomen. Dat is het best bewaarde geheim voor die pasta carbonara. Dat worden twee hele, Jos. Twee hele. En één dooier, hè? Ja, zo ga ik het proberen. Oké, jongens. Twee hele eitjes en één dooier. En het leuke is, dat wordt dus de saus. En daar zit dus die een rijkelijke hoeveelheid parmezaan op. Kijk, daar komt het splitsen. Je doet juist het eiwit. Zit het eiwit er nou in? Ja, nou ja. Dan kan hij er helemaal in. Ja, fuck it. Dan doen we nog één dooier erbij. Om dat feest is, doen we nog een keer proberen dat splitsen. Moet je eigenlijk boven hem doen, hè? Hier. Ja. Ja. Nou, heb ik het in mijn glas zitten. Ja, dat maken we. Kijk, en daar gaat de dooier. Kijk eens aan. Ja, hartstikke idee. Nou jongens, en dat geheel, dat klutsen we door elkaar. En dat gebruiken we pas op het allerlaatste moment. En ja, kijk eens aan, daar is het klutsen. En deze saus gaat er pas op het allerlaatste moment bij. Maar dat leggen we je later nog even uit in deze video. En ondertussen begint het water ook al een klein beetje borreltjes te krijgen. Ja, want dat is een extra kunst. We doen het op één pit. Ja, we doen het op één pit, die pasta carbonara. Dus wordt vervolgd. Nou, daar gaat de pasta, de spaghetti in een hele mooie boog. Jos is toch wel een klein beetje van de stijling, jongens. Kijk, dat is even prachtig bij liggen in dat kleine pannetje. Nou, dat moet natuurlijk. We hoeven jullie natuurlijk niet uit te leggen hoe je spaghetti. Jos, we hoeven ze niet uit te leggen hoe je spaghetti kookt, hè? Nee, dat hoop ik niet. Dat gaan we jullie niet uitleggen, jongens. Dus, dit circus. Nou, ik kijk ondertussen even naar wat een enorme bende het is in onze mancave. En we hebben een gast vandaag. Een gast aan tafel. En dat is Steven. Kijk eens, 29. Kijk eens even naar. Ja, zeg dan nog eens. Weer. Ja. Ja, Steven, die werkt bij Passar. En dat is natuurlijk leuk voor onze Vlaamse kijkers, want er zijn veel Vlamingen, Steven. Die, misschien wil je die even de groeten doen. Ik doe de groeten aan mijn mama. Nou, dat is wel weer dat is wel weer genoeg. Maar het wordt een gezellige avond en Jos is lekker bezig met de spaghettolinis. Oké, jongens, informatie. Inside informatie van de kok. We hebben natuurlijk nu maar één pitje. Dus we gaan nu gewoon het kokende spaghetti eraf halen. Dat zetten we gewoon op de grond. En die laten we gewoon lekker doorgaren op zijn gemakkie. Terwijl wij aan de saus gaan beginnen. En dat is spekkies. Kijk eens. En normaal gesproken gebruiken de Italianen daar pancetta voor, hè? Nee, de Italianen gebruiken daar guanciale voor. Guanciale, zegt hij. Dat is varkenswang, gerookte varkenswang. Serieus? Die hebben wij even niet. Ja, de gerookte varkenswang die zit bij ons in het publiek. Dus wij gebruiken gewoon spekjes van de appie. Wel gerookt. Ja. Nou, en dat hoeft dus niet gebakken te worden in olijfolie, jongens, want dat smoort in zijn eigen vet. En ik denk, Jos, dat je ze krokant bakt, of niet? Nou, ik bak gewoon net zo lang als ik tijd heb. Ja, dat kan best een lange avond worden. Als er maar genoeg wijn is. Precies.
zie je wat lekker goed. Zie je hoe lekker dat vet verschijnt? Ja, ja. Nou jongens, ondertussen zijn de spekkies beland in deze prachtige stijle box. En daar is de gegaarde spaghetti. Min of meer. Ja, min of meer. Ja, die moeten al dente zijn, hè? Ja, dat zijn ze zeker. Nou, daar gaat hij gewoon de pan in. Dus waar nog een beetje van het spekvet van de gerookte spekkies zit. En het geeft dus niks dat daar een beetje water bij zit. Nee, dat moet juist. Hè. Dat water moet erbij, hè, jongens. Ja, dat water moet erbij, want daar zit dus eigenlijk stijfsel in. Zetmeel, hè? Zetmeel, ja. Waardoor die saus zo meteen gaat binden. Ja, maar dus niet al het water, jongens. Er mag gewoon aanhangend water bij. Ja, aanhangend water en dan kijken we zo meteen nog even verder. Ja. En als het nodig is, dan komt er... Nou, hier, en nu komt het grote geheim. Als we draaien, ontstaat er nog meer zetmeel. En dat gaat nog even duren, hoor. Ja, en Josje blijft even draaien, want daardoor ontstaat er nog meer zetmeel. En dat bindt zo meteen die saus. Ja. Kijk hem draaien. Iedereen heeft zijn kwaliteiten, jongens, maar als het om Jos gaat, dan moet je bij Jos zijn. Kijk eens even. Hartstikke idee. Wij weten dat het niet genoeg was voor drie personen. Ik denk eerlijk gezegd dat het wel genoeg is voor drie personen. Ja, maar kijk, die derde persoon. Ja, die lust al wat. Kijk even. Steven zien. Ja, maar we moeten Steven een beetje thee te geven, hè? Anders gaat het gewoon mis. Ja. Hey, ze gaan los, anders gaat het gewoon mis. Ja. Ja, dit is de eerste keer dat ik carbonara maak, hoor. Echt niet. Oh. Oké. Okay. Nou, Jos blijft nog even draaien. Dan kijken wij naar de volgende stap. Ja. Familie moet worden, gaat daar dus een beetje van dat kookvocht van de spaghetti bij. Nou, kijk eens aan. Dat wordt een beetje roeren. En nu komt het grote geheim van de spaghetti carbonara. Jos, wil je er zelf nog wat over zeggen? Nee, ik ben even druk bezig om te kijken of ik het kan laten lukken. Want dat is nogal een dingetje. Ja. Nou, roeren. En dat doen we dus met een beetje kookvocht. En daar gaat het gewoon bij, jongens. En als het goed is... Dan ontstaat er zo meteen een romig sausje. Precies, dan ontstaat er een romig sausje. En als het nou wat te droog wordt... Dan doen we er gewoon nog wat vocht bij. Precies, dan gaat er nog een beetje van dat kookvocht uit die spaghettipan bij. En daar zit dat zetmeel weer in en dat zorgt voor binding. Ik denk dat we zometeen nog een enorme plons peper gaan draaien, Jos. Wat denk jij? Dat ga jij doen, denk ik. Ik ga zometeen... Ik heb dat niet. Nee, ik heb... Ik heb hier aan de zijkant al een beetje dat die room gaat ontstaan. Ja. En ik zie ook al dat er nog een beetje vocht bij moet. En dat kookvocht hebben we natuurlijk apart gehouden. Want als je dat meteen wegmietert, dan zit je echt om het hand. En nu gaat er, om die romige substantie te krijgen, gaat er dus wat extra kookvocht bij. Je ziet het hier gebeuren, kijk. Kijk eens. Ja, hier op de zijkant. Kijk. Oh. Hoe romig dat is. Jezus man, wat verwennen we die gast van Passar. Maar ja, dan, dat is ook wel leuk voor onze Vlaamse kijkers, jongens. Ondertussen hebben we een paar volgers die meekijken. Ja, ook nog. Er zijn ook nog volgers die meekijken. Nou, gezellig. Ik ga even kijk eens wat er gebeurt, jongens. Oh. Kijk eens wat er gebeurt. Kijk eens, zie je? Ja. Het gaat goed, hè? Ja, hoor, helemaal. Ik zeg dat hij geslaagd is. Jongens, we gaan hem opdienen. We gaan hem opdienen. Restaurantkwaliteit. Nog even de spekjes erbij. En dan de peper op tafel. Ja. Hartstikke idee. Ik ga de pepermolen halen. Nou jongens, en hier is het eindresultaat. Pasta carbonara zoals de Italianen het zelf ook maken. Kijk eens even. Hartstikke idee. Lekker hoor. Nou, je ziet de spekjes, je ziet hoe romig het is. Hè? Ik wou het net zeggen. Je ziet hoe romig dat die saus is geworden. En dat is dus de truc met dat kookwater van die spaghetti. Kijk eens. Kijk eens hoe romig dat is, jongen. Lekker man. En op tafel hebben we dus de pepermolen staan. En het zout en alle andere toebehoor. Er gaat waarschijnlijk nog wat parmezaanse kaas overheen. Dat raspen we dan nog even vers. En nou jongens, wij gaan er gewoon uit. Dit wordt smullen. Nou jongens, die spaghetti carbonara... Die was echt goed gelukt, man. Ik ben er gewoon een beetje trots op. Ja, en terecht. Want dat is carbonara maken is echt moeilijker dan je denkt. Complimenten. Dankjewel. Nou, het was inderdaad goed gelukt. En het was pas de tweede keer, hè? Nou, dat fijn. Wijntje erbij. Doen we volgende keer wel weer met salade, denk ik. Salade. Maar hiermee komen we natuurlijk wel aan het einde van deze liveshow, mensen. Geef ons nog snel even een duimpje als je dat nog niet hebt gedaan. Deze liveshow kun je natuurlijk ook weer gewoon terugkijken op YouTube en op Facebook als je dat wil. Even zoeken naar campingtrend.nl, want daar staan ook alle eerdere video's van Camping Trend.
En onze vlog natuurlijk. En onze vlog ook natuurlijk. En volgens mij is dit alweer de vijfde of de zesde jaargang van de Camping Trend Live Shows. Dit moet de zesde jaargang zijn. Zesde jaargang. Nou, daar hebben we wel wat te vieren. Hè? Bijna. Ja, precies. Gaan we zo'n mooi horloge voor kopen. Ja, bij 10 jaar gaan we uit elkaar. Ja, ook. Nou, halen we het, denk ik dat we dat halen. Nou ja. Maar goed, mensen, als je dan toch aan het zoeken bent op YouTube naar Camping Trend NL, word dan meteen even vriend van de show door je te abonneren. En als je dan op dat belletje drukt, Jos zegt, ja precies, Jos zegt dan altijd tingeling, dan mis je niks meer van ons. En ook niet van de prijzen die we exclusief gaan weggeven tijdens de Kamperen Caravan Jabes in Utrecht. En dat is nogal de moeite, Jos, want wat gaan we allemaal weggeven, man? Nou, dat klopt, want we mogen bijvoorbeeld een Alco Caravan Mover gaan weggeven. Oh. Een Alco Premium neuswiel met ingebouwde weegmodule. En speciale safety sloten. Nou, heel veel meer ook nog, en meerdere aantallen zelfs. En genoeg reden om ons ook even tijdens de Kampering Caravan Jaarbeurs te volgen. En je moet natuurlijk, om te kunnen winnen, moet je trouwens wel naar Utrecht toe komen. Dus hou in de gaten hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Nou, zet dus vast in je agenda. Die leukste bus van de leukste kampeerbus van Nederland, die is van 5 tot en met 9 oktober. Ja. Nou, Jos en ik zijn er natuurlijk elke dag bij. Jos die heeft daar een dagelijkse show over internet onderweg. Ja, live. Hè? Dan kun je hem gewoon in het echt zien. Hè? Kan je gewoon even aan onder zijn armen ruiken als je dat zo wil. Nee, dat kan niet zo dichtbij, wil ik je niet hebben. En ik ga waarschijnlijk elke dag een show presenteren voor startende kampeerders. Of gaat Sander Jansson dat doen? Nou, dat zou ook zomaar kunnen. Maar als dat gebeurt, dan kom ik jou gewoon helpen je met het internet. Ik kan altijd wel een beetje hulp gebruiken. Precies. Anyway, bedankt voor het kijken, beste mensen. Leuk dat jullie erbij waren. Dat vinden wij erg hartstikke gaaf. Zeker. En voor nu zeggen we tot straks op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs. Tot later. Tot de volgende keer. Hey, vrijkaartjes. Oh, op Facebook ga je die toch weggeven, vrijkaartjes? Dat horen die mensen Leuk.